Het was de wedstrijd naar Gladbach. Speelde uit. En ja, de druk was erop. Snap je? We moesten winnen om op die eerste plek te blijven. En op een gegeven moment kwamen we 1-0 achter. Eerste helft. Pranici speelde linksback. En we hadden maar drie wissels vanwege zieke. Ja, het was echt een virus die rondging. Drie wissels waarvan ik, Alaba en Müller en de keeper. Dus dat waren onze wissels. Pranić die werd kapot gemaakt door Reus, die Wauw. toen daar speelde. Ja, Gelijk in de eerste paar minuten. Eerste 10 minuten kreeg je geel. Dus op een gegeven moment, hij aangeven van, oh, je kent hem wel, mijn hamstring, ah, mijn tuurlijk, hamstring, mijn hamstring. Dus tuurlijk. ja, het zou warm lopen, vanaf minuut 15 volgens mij, 15, 20 moest ik warm lopen. Rust komt aan, weet je, Edson, we gaan nog even aankijken met hem, maar zodra de tweede helft begint, ga je gewoon weer verder warm lopen, want je komt er elk moment in, en dan kom je erin voor Pranić. Oké? We maken 1-1. We maken 2-1. Ik loop nog steeds wel. Op een gegeven moment komt Alaba erbij. Op een gegeven moment komt Müller erbij. Hij. Eerste wissel, Müller. Boom. Tweede wissel, Alaba. En die wissel die voor Pranić. Dus. Tuurlijk. Ik ben in mijn emoties, ik wil graag spelen en noem maar op. Dus ja, ik denk van ja, waarom moet ik nog warm lopen? Snap je? Dus je zegt aan mij, ik kom erin voor Pranić. En je wist het allemaal voor Pranić. Snap je? Dus ja, nou goed, dan is het niet nodig om voor mij nog langer warm te lopen. Mind you, wij speelden die week daarvoor. Dit is een voorgeschiedenis dat ook op dat moment in mijn hoofd speelde. We speelden Hamburg uit. En dat ik ook vanaf minuut 10 moest warm lopen. En de hele wedstrijd heb warm gelopen. Wauw. Ja. En komen de kleedkamer in. Snap je? Hij komt de kleedkamer in. Hij komt de kleedkamer binnen. Ik zat toen net naast de deur. Hij kijkt rond. En hij ziet me. Hij zegt, oh, Edson. Ah, sorry. Hij was je Hij vergeten. was me vergeten. Wauw. Snap je? Hey man. Bro, ik zou helemaal lijp worden. Snap je? Kijk, en op dat moment, ik ben niet die gast die doorslaat, die reageert. Ja. Ik ben in heel veel gevallen ben ik een de mens die ik ben, de karakter die ik heb. Kalme guy gewoon. Nou, kalm, ik pik heel veel. Snap je? Omdat ik zoiets heb van, hé, mondje dicht, ogen naar beneden, hoofd naar beneden en gaan. Ja. Hard werken, hard werken, hard werken. Tegendeel bewijzen. Snap je? Dus ik ben niet degene die gaat praten en problemen gaat maken en noem maar op. Snap je? Dat is gewoon niet wie ik ben. Maar er is wel een grens. En door altijd te pikken en te slikken en maar te accepteren. Zat gewoon tot hier, man. Ja. Ja. Dus dat speelde ook in me af. Ik zeg van ja, ik ga niet weer 90 minuten warm lopen, wat je me geflikt hebt, Hamburg uit. Dat ga ik niet nog een keer meemaken. Dus ik loop terug. En ik loop die bank voorbij en ik zie hem naar mij kijken. Dus in mijn ooghoek Met die kop van hem. zie ik hem naar mij kijken. En hij volgt mij en ik ga rustig zitten. We stonden 2-1 voor. De laatste minuut scoren zij 2-2. Kijk, dat heeft ook meegespeeld, denk ik. 1 punt. Dortmund. 2 punten boven ons. Wat zij winnen. Daar gaat je eerste plek. Kleedkamer, we komen binnen. Ik zat tussen Hamid Antetokounmpo. En ik zat tussen Frank Ribéry. Die wedstrijd. En Ribéry is een joker. Man, he just don't give
benef. You know, en hij zegt, oeh, Edson, deine papa, die is... Zo is hij, weet je. Dat heb je altijd als de coach zelf de nationaliteit. Ja, toch, dat het je vader is, toch? Yeah. Hij zegt, oeh, deine papa, die is richtig. Riveri. Dus Hamitot, we lachen. Oké, klaar, coach komt binnen. Gaat een keer, bam. En hij begint bij die deur, weet je, en hij gaat iedereen langs, stuk voor stuk. Hamid aan de top. Van Hamid jumpt hij over naar Frank Ribéry. Mm. En Frank Ribéry was de laatste speler. Dus hij pakte iedereen aan en hij dus ik zat rustig, want ja, ken je dat gevoel van, hé, ik heb deze wedstrijd niet verloren. Ja. Dus, mi boom. En daar zat je fout. Dus ja. Daar zat dus, je fout. Ik zat rustig, ik zat ontspannen. Yeah. Ik had, als hij wat zegt, wat wil hij over mij zeggen? Ik heb niet gespeeld, mijn man. Yeah, yeah, yeah. Begrijp je? Dus ik zat ontspannen. Hij was klaar met Ribéry. En hij draaide half. Toen zei hij, oh ja. En braafheid. Hij sprak in Duits, weet je. Wie denkst du, dass du bist? Ik zeg, hij zegt, ja, wie denk je wel niet dat je bent? Huh? Jij bent niet de baas hier. Ik ben de baas hier. En als ik zeg dat jij gaat warm lopen, ga je warm lopen. Ja? En dan kom je niet terug naar de bank totdat ik zeg dat je naar de... Dus ik nam hem gewoon. Nogmaals, ik ben niet die guy. Snap je? Ik ben niet die guy. Dus ik nam hem gewoon. Zit, kijk hem aan. Relax. Hij was klaar. Je toch, die boys, die, ze fokken je, ze beginnen je te... Ze beginnen je... Die, je begint te koken van binnen. Nee, ik zeg je eerlijk, ik was nog rustig. Oké. Okay. En ik ga je laten zien hoe rustig ik nog was. In mijn hoofd heb ik zoiets van, hé, weet je wat? Ik wil nu, man-to-man, met jou praten, snap je? Want er is iets gaande hier waarin ik het niet eens ben hoe ik nu behandeld word. En hoe jij nu tekeer gaat tegen me. Ik vond dat onterecht. Ja, dus in die kleedkamer, en dan had je zeg maar naast die deur, als je binnenkwam gelijk rechts, heb je dan nog een kleedkamer dat voor de coaches is. Ja. Snap je? Dus hij ging daar naartoe. Dus ik denk, ik ga in die kamer, niet waar mensen bij zijn, gewoon lekker face-to-face. Je bent nog netjes. Maar dat zeg ik. Dus ik was nog kalm. Mm. Ik was op dat moment nog kalm. En ik loop dus richting die kleedkamer en hij komt er weer uit. En ik zeg, coach, kan ik trainen? Kan ik even met je praten? En die man gaat tekeer tegen me. Ja, wat wil je zeggen? Wat wil je nu nog zeggen? Je moet godverdomme je bek dicht houden en gewoon luisteren en doen wat ik zeg. en hij zei het van een... Hij komt dichtbij, hè? Hij komt dichtbij. Ja, je ruikt zijn adem. Kijk, nu kom je in mijn space en dat doet wat met mij. Ja, ik voel je. Ja. Kijk, ik ben niet een... Ik heb op straat gevoetbald, maar ik ben niet... Weet je, ik ben niet van de straat. Ik ben niet... Mijn ouders zorgden altijd voor... Hé, blijf weg van problemen. Goed. Snap je? Blijf weg. Dus ik ben niet die gast. Snap je? Als Surinamer, ik heb wel een jeje. Bosje bek toch? Sorry dat ik het zeg, maar als je hier komt, maakt niet uit of je Willem-Alexander bent. Ik ga je op zijn minst shocken, snap je? Op zijn minst even die van, niet doen hier, niet doen. Nou goed, dus nogmaals, opgroeien in Zuidoost, weet je, dan moet je ook je mannetje staan. En ik heb niet vaak gevochten, ik heb precies in mijn jeugd 2 keer gevochten, snap je? Maar dat waren ook vergelijkbare situaties waarin ik niet wil vechten, maar je komt in mijn space. Mm. Je disrespect mij op een bepaald... Mijn lichaam kan dat niet accepteren. Voel je, man. Voor de mensen die niet begrijpen wat je is. Mijn lichaam kon dat niet accepteren. Leg ze uit, hoor. We hebben ook niet Surinaamse kijkers. Begrijp je, dus... Nou, en toen ging het knopje bij mij om en zag ik zwart en ja. Een hand gemeen.
Laten we daarop houden. We hebben een heftige discussie gehad. Ja. Ja, nou goed, waarbij, nogmaals, kijk, achteraf, ik was overstuur. Hij ook. Hij ook. Ja. We waren beide emotioneel. We reageren dat beide op een manier. Maar goed, ik kijk niet naar hem, ik kijk naar mezelf. Ik moest weggetrokken worden door een aantal spelers. En toen ik, hè, die hebben me toen gelijk naar de badkamer gebracht. Van echt zo'n rustig, yeah. Cool down. En toen ik weer bij mijn verstand kwam, het eerste waar ik fucking pissig over was, was dat ik me heb laten gaan. Ik heb mij laten gaan. Ik ben mijn controle ben ik kwijtgeraakt. En dat maakte me nog... Ja, daar ga je helemaal boze. In, want je kan het niet meer terugdraaien. Ja. Kiel, Heunens, Roemeningen waren daar. Iedereen was in die kleedkamer. Mm. Snap je? Dus ik denk van, damn man, wat heb ik gedaan? En... Wist je toen al van, hey, het is over hier? Ja, eerlijk gezegd dacht ik daar niet eens aan. Ik was zo in mijn mind van, ja, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? En eigenlijk was het niet over, hè. Ik ben nog teruggekomen daarvan. Oké. Maar goed, daarna, ik ben gaan douchen, ik ben me aangekleden en ik ben de bus ingegaan. Toen ik bij de bus kwam, waren Rummeninger en Heunen stonden daar. En ik zeg van, hey, heren, ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn gedrag. Sterk, man. Snap je? Mm-hmm. Dit is niet wie ik ben. En ik accepteer de consequenties hiervan. Snap je? Dus wat het ook is, ik bied mijn excuses aan, dus bij deze. En hun reactie was, Edson, maak je geen zorgen. Ja, we hebben het gezien. Het is oké. Wow. Ik heb nooit, ik ben niet geschorst. Ik heb geen boete gehad. Ik heb, ja, ik... Dat was de keuze van de trainer. Ik zat een aantal wedstrijden op de tribune. Snap je? Maar ik denk ook, omdat hun weten wat voor persoon Van Gaal is. Hoe hij, zeg maar, het bloed onder je nagels vandaan kan halen. Ze hebben het live meegemaakt. Ze hebben het live. En dat, je hebt geluk eigenlijk dat ze het live hebben meegemaakt. Zodat ze het hebben kunnen zien. Want los van dat Van Gaal een geweldige trainer is, hè. Dat staat, ik denk dat jij dat ook gewoon kan zeggen, toch? Geweldige een van de, coach. Een van de trainers die... Man, er is niks wat de tegenstander kan doen om hem te verrassen. Snap je wat ik bedoel? Dus details tot op... Hey man. Topper gewoon, man. Ja. Topper. En ik heb ook heel veel geleerd. Nou goed, hoe kijk ik daar nu op terug? Teleurgesteld dat ik... Hè? Kijk, als mens wat ik... Ik ben eerst mens alvorens ik voetballer ben. Mm-hmm. Als mens ben ik niet met respect behandeld. Als prof ben ik mijn controle kwijtgeraakt. En dat hoort niet als prof. Klopt. Als prof hoor je ten alle tijde je emoties controle te houden. No matter what, that's just part of the game. Daar ben ik teleurgesteld over. Snap je? Ja. Ik had het anders kunnen doen. Ik had het anders moeten doen. Maar het feit dat ik in mijn recht stond om daar wat van te zeggen. Die mening heb ik nog steeds. Ja. Dus ja, een aantal wedstrijden tribune. Ik kwam er op een gegeven moment weer bij. En op een gegeven moment binnen, volgens mij was het na 3 weken, stond ik in 1 keer weer in de basis tegen Dortmund. Wauw. Dat is ook een switch, hè? Ja. Niet wetende waar je aan toe bent, tribune, bank en dan opeens bam, spelen man. Ja. Ja. Dus grappig is dat ik, omdat het me toch, het heeft me geraakt. Mm-hmm. De dag daarna uitloop ik, kom in de kleedkamer, ik heb iedereen, de hele team bij elkaar geroepen. Ik zeg, hey guys, luister dan. Hetzelfde heb ik gezegd, dit is niet wie ik ben als mens. En ik wil me excuses aanbieden aan jullie allemaal voor mijn gedrag, weet je, en
dit is niet wie ik ben, en, weet je. Hoe de boys ook reageerden, was ook voor mij top. Ze weet je, ze namen hem, zeggen, hey Edson. Wie was aanvoerder toen? Laam. Ja. Laam, Van Bommel. Dus Van Bommel, Laam, Schweinsteiger. Okay. Noem je een paar namen op, hè. En Mark, die kwam ook naar me toe. Hij zegt, boyke, klasse, jongen. Klasse. Laam. Hey, goed gemacht. Mag zo keine zorgen. Dat is oké. Toen ben ik daarna gelijk naar de medische staf gegaan. Mm-hmm. Excuses aangeboden. In de medische staf. Iedereen was... Guys, sorry. Zelfs naar de assistent trainer. Andries Jonker ben ik gegaan. Ja. Ik zeg, hey... Goeie trainer dat, hè? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, nee, die is heel... He knows his game. Ja, ja. Snap je? Dus hem. En toen zei Edson, ga je eerlijk zeggen, je moet je excuses niet bieden aan mij. Bieden aan Van Gaal. Toen heb ik al gezegd, ik kan dat niet. Ik kan dat niet. Ja, ja, ja. Ja? Mijn lichaam laat het niet. Ja, ja. Ik kan het niet. Ja, ik kan dat niet. Ja? Ik ben bereid. Wat de consequenties dan ook zijn, die neem ik voor wat het is. Maar ik kan dat niet. Ik kan niet aan de coach niet mijn excuses aanbieden. Ja, nou oké, okay, ja, dan moet je het zelf weten. Het zo. Ja, ik heb het geprobeerd. Ik zeg, nou prima, dat respecteer ik. Mm-hmm. Ik hoop dat je mijn keuze hierin ook respecteert. Ribéry komt naar mij toe. Hij zegt, du bist eine pussy, Alte. Hij is ook een stoker, hè? Die klootzak. Nee, wat zijn punt was. Hij zegt, Edson, als iets uit je hart komt, bied je nooit je excuses aan. Hey, maar hij is een straatjongen, hè? Hij is van de streets. Je ziet het aan die kop van hem. Ja. Is de lelijkste voetballer die ik ooit heb gezien. Maar wel een van de beste. Ja. Echt, dat was een topper, man. Ja, dus... weet je, maar goed. 4 weken verder, dan sta je basis. Ja, dan in de voorbereiding. Dan word ik geroepen, gebeld vanuit mijn kamer naar... Edson, kan je naar de kamer van Van Gaal komen? Hij zegt, Edson, je gaat spelen morgen. Ja, dit zijn de spelers. Dit, weet je, ik speelde toen tegen die Baluweski of zo. Die hele lastige naam. Rappe gast. En... dus hij wilde me daarop tactisch voorbereiden en noem maar op. Dus ik zeg, oké. Okay. Hij zegt, ben je er klaar voor? Ik zeg, coach, I'm ready. Niks erover gezegd. Helemaal niet alsof er niks gebeurd was. Yeah. Wedstrijd gespeeld en like I've never... Ik ben nooit weg geweest, snap je? Dus speelde lekker. Goede wedstrijd. Goed, de ritme daarin een beetje tekort. Dus in de 80ste minuut. Wisselde hij me. Goede wedstrijd. Gaf hij een hand? Good game? Oké. Okay. Ja. Hij is wel ook wel weer zo professioneel dan, hè? Omdat dan wel soort hij van... Hij weet dat. Hij kent dat. Ja. Snap je? En dat is ook wie hij is. Snap je? Hele emotionele man. Emotionele man. Dus hij weet dat. Hij kent dat dus. En ja. Ik ben hem daarna nooit... meer tegengekomen. Ik kreeg ook die vraag van, ja, wat ga je doen als je hem weer tegenkomt? Nou, als deze coronatijd voorbij is, dan loop ik op hem af, kijk ik hem aan, in zijn ogen, geef ik hem een stevige hand. Ik denk ook wel dat hij zal hetzelfde gevoel hebben. Toch? Ja. Het is al zo lang geleden. Jullie zijn beide ook alweer, wat is het, 10 jaar ouder geworden nu of zoiets, weet je. Het is goed zo, man. Ja. Denk ik. Ja, toch? Die maar dingen gebeuren, hè? Het is wel een verhaal dat elke keer terugkomt, man. Mensen zijn zo... Ja. Okay, weet je, je hoort verhalen vanuit alle kanten. Ik wil het graag van jou horen, weet je. En dan is het ook voor mij klaar. Mm-hmm. Ik hoef het nooit meer ergens te lezen nu. Ik weet nu gewoon wat dat ding is.